anderhalve maand geleden besloten dat we wilden gaan verhuizen. Dit deelden wij in een video met jullie. We zijn aan het kijken naar een huurwoning. Hoewel we al ruim een jaar erover nadachten, was het op die dag dat we eindelijk durfden uit te spreken dat we het wilden. Ik denk dat we binnen nu en een jaar ergens anders wonen. In die vlog gingen we langs bij het project. En we waren gelijk verkocht. Ongezien. Oh, gaan we een spelletje ongezien spelen? Ja. Hoe de afgelopen weken zijn verlopen, zie je vandaag in deze video. Dus, we hebben ons ingeschreven voor het appartement waar we vorige keer naar waren aan het kijken. En binnen 3 werkdagen horen we of we iets gekregen hebben. Hoe zei jij erin? Ja, wel positiever. Ja? Kijk, we zijn natuurlijk uiteindelijk zijn we pas net begonnen met kijken of we überhaupt ergens iets anders zullen kunnen krijgen. Ja, we durfden het nooit aan, hè? Nee, we durfden het eigenlijk nooit aan, omdat we het vanaf het begin al afschreven van dat we waarschijnlijk te weinig verdienen, de huren te hoog zijn. Maar nu hebben we gekeken en hebben we gezien dat we het wel zouden kunnen. Ja, ik heb een goede hoop, maar we houden het gewoon in de gaten. Want de komende tijd wordt er gewoon heel veel gebouwd. Ja. Heel veel, juist in het middensegment waar wij in zitten. En als het allemaal via lotingen gaat, ja, dan kun je natuurlijk verwachten dat je geluk hebt. We hebben dus dit weekend besloten, we gaan verhuizen. Ja. Deze loting krijgen we gelijk naar huis toe gewezen. Dat zou heel bizar zijn. Ja, maar het is niet alsof we dit weekend besloten van we willen weg. We wilden eigenlijk al heel lang weg. Alleen We durfden het niet aan om überhaupt te kijken. Nee. Nou ja, uiteindelijk waren we wel een soort van aan het zoeken. Want laten we eerlijk zijn, vorig jaar waren we al aan het kijken. Ja, we hebben wel gekeken inderdaad. Zou je het willen of niet? Ik zou het moeten zien. Ja, ik heb me ingeschreven nu voor die kleinere. Maar kunnen we altijd tijdens dat ding zeggen van joh, we zagen ook die grotere. Alleen qua inkomen komen we er denk ik net wel of net niet aan. Die andere is bijna 60 vierkante meter of zo. 60? Ja, dat is toch prima? Dat is toch groot? Ja, ik zal met de plattegrond bekijken, maar er zit ook een berging bij. Ja, er zit een kleine berging. Ik vind het echt geweldig. Ik ben helemaal enthousiast, joh. Ik merk het niet aan mijn stem, maar ik voel me echt on top of this world. Ik hoop echt dat we... Nou, daar komt een stokpaal hoor. Ik krijg ook best wel veel berichten van mensen van... ja, maar moet je dan niet gaan huren in een dorp en dit en dat. Waar wij wonen is duur. We willen hier niet echt per se weg. Als dit jaren gaat duren, natuurlijk gaan we op een gegeven moment naar iets anders kijken. Maar we zijn pas net gaan kijken. We hebben de hoop op een mooie afgewerkte flat. Mag 10 jaar... Nou, 20. 20 jaar oud zijn, 30. Dat maakt ons... Ja, 30. 30 mag ook nog. Ik heb in een flat gewoond, 2 verschillende plekken. Jij hebt in een flat gewoond. Ja, ja. En uiteindelijk kun je natuurlijk overlast verwachten in een flat. Als in harde leefgeluid met je onder en boven en zijkant alles hebt. Ik gok dat het wel goed komt. Ja, zeker op de dingen waar wij op inschrijven. Wat betreft, ja, we vinden natuurlijk wat iedereen wil. Maar op een vlakte zijn we echt wat minder moeilijk. Ja, wij vinden het prima om op 50 tot 60. Ja, al zou het 45 goed ingedeeld zijn, dan kan dat ook nog wel. Ja, we hoeven niet heel groot. Nee, we zijn met z'n tweeën. We zijn niet van plan te gaan baren de komende jaren. Jij ook niet, hè? Nee, ik was ook niet van plan om een baarmoeder te gaan gebruiken, maar... Ik denk dat we in dat opzicht, ik zeg die opzichtig, iets meer kans maken. We hebben even een wandelingetje. Nu 2 avonden gedaan naar het appartement. We weten de sfeer te proeven tijdens een soort ongure tijden. Enig is dat er een straat langs loopt en veel scooters rijden. Maar goed, dat ben ik al gewend in Rotterdam. Het is al sowieso net. Ik ben wel benieuwd, want als dadelijk daar mensen gaan wonen en hier mensen gaan wonen, wordt het hier veel levendiger. Uh-huh. Het is nu natuurlijk allemaal in aanbouw. Het is altijd wel even belangrijk om te weten waar je gaat zitten. Of het niet allemaal gangster is en zo. Ja. Of er geen drugsdeals plaatsvinden. Zo. Nou ja, die schijnen hier wel plaats te vinden. Er zijn, zijn wel 2 gebouwen daarachter. Die schuin daarachter is en daar hoort er ook natuurlijk bij. Dit voor is denk ik... 88 denk ik. 88 en de achter. Ziet eruit als de 88. Ja, ja, sowieso. Is zo. Maar... Goedgekeurd ook op dit tijdstip om 7 uur 's avonds? Ja, ik vind van wel. Trouwens, het plantsoen hebben ze ook helemaal aangepakt. Dat gaat de komende maanden gebeuren. En, wat wel leuk is, hier tegenover zit gewoon een etenzaakje. En nu net wilden we gaan besparen. Moeten we daar ook maar binnenkort even heen gaan? Nee, maar daar kunnen we gewoon spaarrood drinken, toch? Dat kost geen geld? En dan neem jij je dopper mee en dan vullen we het glaasje. Ik schrik me rot. Ik denk, ga eens even naar mijn vision board kijken hoe het ook weer gaat ermee. Kijk wat er staat. Dat is dezelfde foto. Nee, hij lijkt er heel erg op. Hij lijkt er wel echt ziek erg op. Ik ga het even opzoeken, ja? Oké, maar vertel, waar lijkt het op? Het appartement waarop we gereageerd hebben. Hij is een tikkeltje anders, maar het scheelt niet veel. Dit lijkt er toch heel erg op?
Dus, maar wat wil je daarmee zeggen? Dus dat we binnen nu een paar dagen wel reactie gaan krijgen? Nou, ik vind het grappig. Ik vind het gewoon hilarisch. En waar staat de vision board allemaal voor? Wijs het eens aan. Nou, dit is een mooi appartement met veel kunst en ruimte en uitzicht. Ja. Het is voor connectie met mensen en samen eten. Dus voor de liefde, hier ook liefde, hier een lekker koffietje en nog gezelligheid. En dit staat voor toekomstige projecten voor ons. Misschien een boek en ons spel groter maken. Creativiteit. En het staat voor vrijheid. Dus autorijden en lekker strand en warmte. Autorijden ben ik mee bezig. Creativiteit zijn we eigenlijk elke dag wel mee bezig. De liefde gaat nog steeds goed. Altijd. En het appartement is letterlijk waar we op gereageerd hebben. Het is wel echt bizar dat het echt bijna die foto lijkt. Echt identiek bijna. Nee, ik schrok er gewoon van. Je kreeg helemaal halve rillingen, zei je. Ja, ik denk, is het een sign? Dus dag 2 van het wachten. En nu voel ik me zo zenuwachtig voor dit. Want ik denk van ja, nu wil ik dit uit. Maar ja, Ik denk dat de reden ook een van de redenen is dat we het heel lang niet gedaan hebben. Omdat we weten dat we moeilijk om kunnen gaan met Spanning. Ja, maar ik vind het tegelijkertijd ook wel weer wat hebben of zo. Ja? Iets om naar uit te kijken, toch? Eigenlijk zou ik nu een mailtje binnen moeten hebben. Ja, voor jouw gevoel wel, hè? Moet je maar even kijken. Nee, helaas. Ja, ik denk dat het echt komt omdat we nu de 30 gepasseerd zijn, allebei. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat we nu denken van, het is nu even genoeg met heel veel dingen gewoon niet doen omdat het de angst oproept. Ja, dat is wel echt waar. Hè? Dat is wat ik altijd gewoon bewonder aan mensen die dat, bijvoorbeeld als wij YouTube kijken, dat er mensen zijn die gewoon proberen en doen. Dat ze natuurlijk ook wel weten dat dingen lastig gaan worden, maar dat ze niet die beperkende gedachten hebben die wij heel lang gehad hebben van, ja, het gaat toch niet lukken. Ja. Of met angst bijvoorbeeld, ja, maar zo ben ik gewoon. Ik denk, ja, je kunt angst hebben en je kunt spanning ervaren, als je daardoor de dingen die je echt graag heel aan het leven niet doet, dan vind ik het echt beperkend. Ja. We beperken onszelf gewoon te veel, uiteindelijk. Die middag gingen we nog even polshoogte nemen bij het appartementencomplex om even de sfeer te proeven. En die avond ontvingen we onverwachts een mailtje. Klik maar. Oh my god. Bijna niet. Er is iets toegewezen. Serieus, er is iets toe. We hebben een toewijzing. What the fuck, joh? Ik dacht, ik ga even kijken, want waarom niet? Nu hebben we uitgekozen. Oh my god. Insane dit. Accepteer toch? Ja. Gaan we het doen? Ja. Ik kreeg helemaal hartkloppingen toen ik het las. Toegewezen. Het is gewoon toegewezen. We hebben gewoon... Nou, wacht even. Dus we gaan wijzen. Oké, dit zit een klein beetje anders. Want we zijn wel ingelood, maar dat betekent nog niet dat we het mogen huren. Eerst moesten er allemaal nog checks gedaan worden. Maar daar later in de video meer over. Wauw. Ik ga even mijn pa bellen. Ik hoef maar één ding te zeggen, heel kort. Oké. We hebben het huis. Oh, gefeliciteerd. Hartstikke mooi. Ja, dankjewel. Dat filmpje toch geholpen hebben. Ja, dat zou kunnen, ja. Wat ik nog niet verteld had, is dat we bij onze aanmelding een filmpje hadden gemaakt. Ik ben Alma Ritstier. En ik ben Kilena van der Elst. Ik run een multimediabedrijf, Vet Gezellig. En ik ben een grafisch ontwerper. Samen houden wij ons bezig met het bespreekbaar maken van mentale gezondheid. Ook runnen we een webshop met duurzame kleding die allemaal lokaal geproduceerd wordt. En hebben we een spel uitgebracht over mentale gezondheid. Wij willen graag de volgende stap nemen in ons leven. En daarom leek het ons leuk om in de Binkhorst te wonen. Een lekkere creatieve plek waar we ook tot rust kunnen komen. Dus wij hopen een plekje te kunnen bemachtigen in dit toffe project. Hopelijk tot snel. Ik bel je gelijk even, want dat zou je wel leuk vinden om te horen. Ja, nee, ik dacht al dat het zoiets zou zijn. We hebben de woning. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel. Dus, wanneer ga je over dan? Ja, dat weet ik allemaal nog niet. We hebben het net letterlijk gelezen. Ik denk, bel jou en papa even. Ja, Alma zegt net, moet je kijken. En onze voorkeur ook nog. Ja? Vind je het niet bizar? Had je niet verwacht, nou, hè? Nee, ja. Nee, ik had wel goed gevoel erover, maar durf toch nooit te hopen. Een woning? Nou, dat is toch bizar? En vandaag, we hadden net nog in de... Nou, dat is toch bizar? We krijgen dus voordat we de sleutel krijgen het niet te zien. Dus we doen het alleen op de... Ja, het kan ook echt heel erg tegenvallen qua grootte. Als we binnenkomen, wat we denken. Oeh. Maar het kan niet, want het is
groter dan dit. Vaatwasser, hè? Maar we hebben wel besloten om veel dingen gewoon mee te nemen en te kijken als we daar zitten om dingetjes te vervangen, mochten we dat willen. We nemen gewoon al onze spullen mee, want het is natuurlijk eigenlijk idioot dat je dan gelijk van alles nieuw wil. Ja. Weer een en al spanning, dat voel je wel, hè? Ja. Maar je ziet het. Hoewel we heel graag het appartement wilden waar we naar gingen kijken, wilden we niet maar op één paard wedden. Dus hadden we ons ook ingeschreven voor andere woningen. Ik krijg net allemaal mailtjes terug met dat ze allemaal verhuurd zijn. Je komt er niet echt makkelijk tussen, dat moet ik wel zeggen. Dus ik hoop dat de inloting, dat we daar nog wat van horen. Maar anders gaan we weer verder zoeken. Dus kwamen we alsnog terug bij de inloting. Alleen, dit duurde mij een klein beetje te lang. Bijna een week geleden dat we hebben gezegd, oké, we willen het appartement. Maar we hebben eigenlijk nog niks gehoord. En ik maak me zorgen over onze financiën. Het brengt me terug naar 2016, toen ik me ook zorgen maakte over mijn financiën. Mijn verliesjaarrekening van vorig jaar was niet goed genoeg, dus kan je daar niet wonen. We hebben nu dus wel de sleutels. We hebben het huis eigenlijk al, maar we mogen er niet in. Ik weet niet of ik nou boos ben, maar ik voel me niet fijn erover. Bij jou was wel lekker makkelijk wonen, want ja, jij zat er al in. Maar nu denk je, ja oké, je verdien je wel genoeg. En dan zie je alle cijfers en denk je, nou ja goed, in principe wel. Maar ja, misschien hebben ze toch iets anders in hun hoofd. Eigenlijk is alles wel goed, maar dan gaan ze met een app dingen controleren. En dan doen ze weer dingen uit 2022. Denk je, ja oké, 2022 is nou niet echt, hoe noem je dat? Het was gewoon prima jaar, daar niet van. Maar er zijn betere cijfers in het leven. Dus dan maak ik me druk. Maar uiteindelijk moet je je niet druk maken, want het komt zoals het komt. Je goede les om dingen te relativeren. Toen ik in Rotterdam ging wonen, moest ik ook een huurvergunning of zo aanvragen. Dat moet je nu trouwens ook doen, hè? Tot 1100 euro daar. Ja? Ja. 1118 euro moet je daar een huurvergunning aanvragen. Oh. Dus als we daar worden ingeloot, dan alsnog moet je die huurvergunning aanvragen. Wat een gedoe, hè? Het zijn allemaal dingen die je in je hoofd denkt van ja, waar maak je je druk om? Want het enige wat zij checken is waarschijnlijk van, kan je het overmaken? Heb je een goede huurdersverklaring? Heb je wellicht spaargeld en dan denken ze, oké, prima. Ze willen eigenlijk indekken dat we op een gegeven moment geen huur meer kunnen betalen. Mm-hmm. Toch? Dat is waar ze in willen dekken. Ja, nou, ze willen het liefst natuurlijk gewoon duurzaam. Mensen die daar langer wonen. Ja, snap ik hoor. En dat is ook logisch. Maar ja, ik denk dat ik het gewoon groter en erger in mijn hoofd maak dan dat het uiteindelijk is. Hoewel we dus al dachten dat we de woning hadden, weten we het nog niet helemaal zeker. De komende week wordt een beetje spannend. Tot volgende week.